Berichten dat een zwangere vrouw zaterdag hulp is geweigerd bij het Wanica ziekenhuis, waarna zij kwam te overlijden, zijn onjuist. Dat benadrukt zorgdirecteur Fawcia Poussa. De directeur zegt dat de vrouw wel is geholpen met haar bevalling, maar kort daarna overleed. Ze hebben zich aangemeld bij de poort, vanuit de poort direct verwezen naar de huisartsenspoedpost. Die mevrouw is 4 minuten na aankomst is te bevallen op de huisartsenspoedpost. Wanneer is er hulp geweigerd dan? Als ze al 4 minuten na aankomst is bevallen. Er is nimmer hulp geweigerd aan die mevrouw. De artsen hebben volgens het protocol, geldende regels, hebben ze gewerkt. Hulp geboden, kindje is geboren, kind is vervoerd, zelfs later naar het landhospitaal voor verdere behandeling. Maar helaas is die mevrouw direct na de bevalling komen te overlijden. Poussa vindt het een kwalijke zaak dat er onjuiste berichtgeving in de media is verschenen. Dit zorgt voor onrust in de gemeenschap. Dit soort berichten veroorzaken onrust in de gemeenschap. Maar het verhaal, het bericht klopt van geen kanten. Die mevrouw is nimmer hulp geweigerd in het Wanica ziekenhuis. Poussa zegt dat het kind leeft. Inmiddels heeft het medium waar het bericht was geplaatst bekendgemaakt dat de eerder berichtgeving onjuist was.